voorgaande drie duels gelijk. Alle vier keer 1-1. En dan gaan we verder met Sparta tegen PSV. Voor beide clubs is het de vierde competitiewedstrijd. En Overmars, centrale verdedigingsduo Blind en Rijkaard. En die twee zullen dan wel pendelen naar het strafschopgebied van Dordrecht 90. Bij Dordrecht 90 zijn Valken en Rooks uit de ploeg verdwenen. En Wilsterman en Van der Merwe zijn de vervangers. En dan die opstelling van Dordrecht 90 in de goal Gal. En dan zal centrale verdediger Wilsterman wel op Kluivert gaan spelen. Van der Merwe speelt een achterin op links. Atmodi Koro, die vorige week zo knap Ronaldo bij PSV uitschakelde, die staat nu op het middenveld. Met rechts van hem Robbenmond en links van Watten. En een driemans voorhoede Breedveld, Langerak en Wouden. Liedmanen voorin dus te maken met Atmodi Koro. Dit is Ronald de Boer. Liedmanen, mooi. George. Kluivert voor. En dan overgeschoten door Liedmanen. De bal is aangeraakt door een Dordtse verdediger. Noteren de eerste hoekschop. Die komt op naam van Ajax na 2 minuten. Dordrecht 90, dat van de KNVB een heel zwaar programma had af te werken deze week. PSV, dan woensdag Vitesse. En nu Ajax, veel te veel natuurlijk. Veel te zwaar. En er wordt Dordrecht 90 in feite mee gestraft. Nu krijgen ze een vrije schop tegen van Hugo Luiten. De scheidsrechter die u net even in beeld zag. Frank de Boer staat bij die bal. Daar hebt u het muurtje. En Rijkaard via een hele lange aanloop misschien. Rijkaard via Davids bij Blind. George. Gaat hij? Patrick Kluivert scoort alweer een goal. Zijn vierde al in dit seizoen. En na 3 minuten komt Ajax op een voorsprong. Patrick Kluivert is de maker van die goal. Blind met een hele goede slijding bereikt dan George. Paasje buitenkant, schoen van George, die toont overzicht. En dan afgemaakt door Patrick Kluivert. Frank de Boer komt voor zijn tegenstander Breedveld uit. Geeft die bal nog goed voor. Weggekopt door Van der Merwe. En nu 3-2. Voordeel qua getal voor Dordrecht 90. Te lang lopen, denk ik, van Breedveld doorgaan. En vrij snel geschoten, ook dat door Wouden. En geblokt, dat schot door Reiziger. Corner. Hoekschop van Watten. Voorlangs gekopt. Daar die hoekschop nogmaals van Watten. Die komt dan terecht bij de eerste paal. In dat gat is daar gedoken door Breedveld. Qua combinatiespel kan Dordrecht 90 van tijd tot tijd aardig mee met Amsterdam. Het is een verkeerde paas van Tichelen. Overmars. George. Niet al te zuiver geschoten van Vinnie George. Ajax, dat naarmate die wel voorkomt, meer en meer problemen gaat krijgen met die felle Dordrecht 90 spelers. Maar wat gaat Liedmanen doen? Die bal breed leggen in de voeten van Rijkaard. Liedmanen kwam daar bijna aan zijn eerste goal toe van de competitie. Maar hij werd vereideld door doelman Gal. Dan een corner. Daar dat schot en daar die parade van doelman Gal. Van Sochel heeft Michel Valken op de bank gezet omdat hij bang was dat hij zou worden overlopen. Aardige poging van Reinier Robbenmond. Rijkaard geblesseerd blijft even liggen. Daar nogmaals de situatie waar Rijkaard zich blesseerde. Zeedorf. Kluivert. Weggehouden.
Weggeduwd in feite door Brian Wilsterman. Ronald de Boer, Seedorf. Kan hard schieten. En dat is een voorbeeld daarvan. Met links nog wel. Blind krijgt die bal terug van Frank de Boer. George. Vind ik die George. Dat is Blind ook meegegaan. Blind gaat scoren. Nee, prima gekiept. Ben Gal. Goed meegespeeld door Danny Blind. Die knap diep ging. Frank de Boer. Glijdt dan uit. Breedveld. Blind. Frank de Boer komt Ajax knap uit. Ronald de Boer. 50-5 situatie als de Boer op gaat schieten. Maar kapt dan van wat hem uit, maar schiet er weinig meer op. Dit oog beter. Die paas op George. Richting Van der Merwe. George. George. Puntertje. Van Kluivert. Wat is nog aangeraakt. Knap werk Finidi George. Reiziger. Reiziger. Langs Langerak. Reiziger. Liedmanen. Reiziger. Schitterende combinatie. Ronald de Boer. Liedmanen. Seedorf gaat die bal meteen moeten nemen. George. Overmars. Goede redding was daar. Van doelman Gal. En ze krijgen met een spectaculair moment na het andere. En dat oogt leuk. Dit is Langerak. Van Tichelen gaat mee. Het zal toch zijn dat hij van Tichelen scoort. Langerak. Heel goed keeperswerk. Van Doelman van der Sar, die zorgt dat het een gelijkspel, althans dat het dat niet wordt. Ajax mag zijn doelman dankbaar zijn. Als nu toch 13 te spelen. Seedorf. Reiziger. En dan wordt het weer George. Ajax goed afwisselen. Aanvallend over rechts en links. Liedmanen. George. George linkerbeen. Diagonaal schot voorlangs. Davids. Overmars. Opnieuw Davids. En Blind. Liedmanen. George. Finidi George. Ronald de Boer. Oh, wat een goal met een knappe redding van doelman Gal. En dat is een leuk duel om naar te kijken. Goeie paas. Hoi. George. En die gaat erin. En opnieuw Patrick Kluivert na een hele gave Ajax-combinatie. Dit is Finidi George. Mooi buitenkant schoen, goed in het gat gedoken en meteen in zijn draai geschoten. En daar komt die goede doelman Gal niet aan. Ajax leidt met 2-0. De ban is nu waarschijnlijk gebroken. We hebben nog zo'n minuut of 9 te spelen. Patrick Kluivert, die kan je. Reiziger. George. Overtreding van Watten. Die hield even Ronald de Boer vast. Het mocht van Luiten. Wouden. Blind. Ronald de Boer over die keeper liften. Weer heel knap werk. Goed anticiperen van die Benny Golf. Wij kijken naar die hoekschop voor Ajax. Die Overmars gaat nemen. En Van der Brom weer bij die eerste paal. Blind drukken die bal en... Natuurlijk, Benny Golf, wie anders. Van de Brom. Die ook nog speeltijd krijgt. Overmars. Zo'n rotbal. Die voor een keeper. Ja, natuurlijk. Overmars. Keeper kon die bal niet zien. Uitzicht werd belemmerd. En Gal keek er niet eens naar. Ajax komt op 3-0.
in de 89ste minuut. Via Overmars was een leuk duel om naar te kijken. Daar heb je uiteraard twee ploegen voor nodig. En Dordrecht ging goed mee. Ajax wint met 3-0, komt er zonder kleren te scheuren af. En kan prachtig afreizen op deze manier naar Athene.